wil je nu uitnodigen om te knielen. Gemeente, laten wij bidden. Heer onze God, wij zegenen u dat gij in goedheid een volk hebt gekozen, u tot een eigendom. Een koninklijk priesterschap om uw grote daden te verkondigen. Wij prijzen u dat gij uw enige zoon Jezus Christus gegeven hebt tot apostel en hoge priester van ons geloof en tot herder en opziener over uw kudde. Wij prijzen u dat hij in zijn dood de dood overwon. Dat hij opgevaren is in hemel, gaafvergaffende mensen, apostelen en profeten, evangelisten, herders en leraars, oudsten en opzieners. Met gaven om te dienen en leiding te geven tot opbouw van zijn lichaam de kerk. Heer, wij danken u dat u Gerrit Janko D. geroepen hebt tot het ambt van dienaar des woords. En dat wij hem vandaag in uw naam en gehoorzaam aan uw wil mogen bevestigen in zijn dienst. Amen. God, onze hemelse Vader, die je geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlicht je door zijn geest en hij sterkt je door zijn hand. Hij regeert je zo in de bediening van je ambt, dat je daarin trouw en vruchtbaar mag wandelen, tot glorie van zijn naam en tot verbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Gert-Jan, Paulus zegt, schaam je niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot behoud van een ieder die gelooft, in de eerste plaats voor de Jood, maar ook voor de Griek. Gert-Jan, Jezus zegt, jij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb jou uitverkoren. En ik heb je ertoe gestemd dat je zou heen gaan en vrucht dragen en dat jouw vrucht blijft. In de gezalde en ons heeft gezalfd is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt heeft en de geest op onderpand in onze harten gegeven heeft. Amen. Kijk aan. Met eigen oren zul je de stem van God horen zeggen. Dit is de weg. Die moet je volgen. Hier moet je naar rechts. En daar naar links. Gert-Jan, en alles wat je doet, met woorden en met werken, doe het alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Terwijl je God en de Vader dankt door hem. Gert-Jan, wees een getrouwd dienaar van het woord, want je kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uw wil arm geworden is terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Gert-Jan, het doel van je opdracht is de liefde, die voortkomt uit een rein hart. Een zuiver geweten en een oprecht geloof. Amen. Gert-Jan, ik wil een tekst meegeven van de predikanten worden van Delfaan. Blijf gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden door het werk van een evangelist en verricht uw dienst ten volle. Zo spreekt de Heer.
Elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u. Alleen wees sterk en moedig. Overpeins het woord des Heeren, dag en nacht. Opdat u nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat erin geschreven is. Want dan zult u op uw wegen uw doel bereiken. En u zult voorspoedig zijn. Wees sterk en moedig. Sidder niet. Word niet verschrikt. Want de Heer uw God is met u. Overal waar u gaat. Amen. De God die nu des vredes, die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden. Hij bevestigt u in alle goed om zijn wil te doen. Amen. Gert-Jan, heb acht op jezelf en op de leer. Volhard erin, want dat doen we, zullen we jezelf behouden en die je horen. Gert-Jan, broeder, mogen God, die ons hoop geeft, je in het geloof geheel en al vervullen met vreugde, vrede, zodat je hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Gemeente, wilt u opstaan dat we samen ook bidden te zingen op de zegen van God. Dank u wel, gaat u zitten.